De fractieleider van de NDP, André Misikaba, heeft gisteren in DNA de regering gecomplimenteerd met het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018. De parlementariër haalde aan dat de regering met het plan de vinger op de zere plekken binnen onze economie heeft weten te zetten. Volgens Misikaba wordt met dit plan een serieuze poging ondernomen de Gitosaurus, dat zijn grote vieze wonden, in de economie schoon te maken en ook behandelen met medicijn. Behandelen van een Gitosaurus doet altijd pijn. Maar ik ben blij dat de regering nu zegt, we kunnen de behandeling niet langer uitstellen. Er is veel te doen geweest over dit plan. Sommigen vragen zich af als dit een plan genoemd moet worden. Voorzitter, ik ga niet in die discussie. Ik vraag wel aan de regering om de terminologie wel consequent te gebruiken en niet de ene keer het document een plan te noemen en een andere keer programma, voorzitter. Laat mij u zeggen dat we kennelijk niet in zo'n vergadering zouden zijn, dat we geen mensen op straat zouden hebben, dat we niet zouden discussiëren over diversificatie van de economie en al die ingewikkelde dingen, als de inkomsten van de staat, met name de devieseninkomsten, op het niveau waren gebleven van 2012. De parlementariër complimenteerde de regering ook met het feit dat zij ondanks alles de economie en het land met passen en meten staande heeft weten te houden. Vooral omdat de mens in de regel niet van bezuinigen houdt en ook omdat dit politiek niet populair is. Volgens Misikaba is het niet de eerste keer dat Suriname een dergelijke crisis meemaakt. Stel de regering onder ad 2 het volgende. Ik citeer. De roep om diversificatie van de economie, dus het uitbreiden en introduceren van meer en andere exportproducten, is altijd het luist als wij in een crisissituatie zijn. Helaas kan dit niet binnen korte tijd gerealiseerd worden. Houdt u dat vast. Deze processen nemen minstens 2 à 3 jaren in beslag om merkbare en duurzame resultaten te boeken. Hierbij dreigt ook nog het gevaar, voorzitter, dat wij vervallen in ons oude patroon en ritme. Als de crisis bezworen is en de prijzen van onze traditionele exportproducten weer oppakken, is de kans groot dat iedereen weer vervalt in de oude gewoonten. Alles importeren en weinig lokale producten produceren en consumeren. Einde citaat. Voorzitter, ik sta helemaal achter deze stelling. De luide roep tijdens voorgaande crisis om te diversificeren is na die crisis niet in concrete acties omgezet. Volgens Misikaba was het luide roepen voor diversificatie dus een politiek zoethoudertje. De parlementariër wijst erop dat het risico bestaat dat dit nu weer gebeurt, namelijk dat men volgend jaar in business as usual vervalt wanneer de economie weer aantrekt. Daarom kunnen de critici volgens Misikaba niet blijven vasthouden aan het argument dat de oorzaak van de crisis corruptie en verspilling is, omdat alle regeringen dat ook hebben gehad. De belangrijkste oorzaak is volgens hem de grote daling van de inkomsten van de overheid. Aldus het DNA-lid André Misikaba in DNA.